Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik ben al een tijdje wakker. Ik heb al ontbeten en alles. Ik heb me even klaargemaakt. Ik heb een topje aan van de Zara. En die is bij de zijkant zo een beetje bloot. En dan een jogging aan van de Zara die ik gisteren heb gehaald. Nog even kijken welke schoenen ik hieronder aan ga doen. Kijk, zo zie je mijn outfit een beetje beter. Dit is het topje, hij is echt leuk. Eigenlijk hoor ik echt een rokje of zo hieronder aan te doen. Maar ik wist niet zo goed wat ik aan moest doen. Ik wil echt deze jogging aandoen. En ik kwam toen deze top tegen. Ik heb deze schoen onderaan gedaan van de Zara ook. Die heb ik echt heel lang niet aan gehad. Nu heb ik een hele outfit van de Zara aan. Ik ga stuk. Oh, Nessim heeft me even naar de garage gereden. Maar hij is gesloten. Ik hoop het niet, want ik zie mijn auto daar gewoon binnen staan. Maar het ziet eruit alsof die gewoon gesloten zijn. En Nessim loopt nu weer terug. Shit, ik heb hier echt zin in. Ah, zijn ze gesloten vandaag? Nee, hij dacht dat hij maandag zou komen. Oh, nou, dat is niet goed. Het ziet er vandaag uit als een molletje. Als een mol? Ja, het ziet eruit als een mol. Doe maar even je capuchon even af. Nee. Doe je capuchon af. Nee. Doe je bril af. Nee. Niemand herkent je. Vandaag ben ik aan de cover. We moeten nou 20 minuten wachten. Ja. We gaan een rondje rijden. Dus moeten wij nu hier wachten, hier. Hier moeten wij nu wachten, want hij het niet goed heeft georganiseerd. Hij is echt lelijk weg. Moeten wij nu wachten, want hij het niet goed heeft georganiseerd. Hij is echt lelijk weg. Waarom doe je dit? Ga je het echt plaatsen? En die van net waar jij zo lelijk op stond, plaats je niet. Guys, het is gelukt. Ik heb eindelijk mijn auto terug. Ik ben echt zo fucking blij. Ik heb 3 dagen zonder auto gezeten en ik vond het echt een hel. Ik ga niet wachten om weer even lekker naar een van mijn vriendinnetjes te rijden. Of even zelf naar de stad te rijden. En niet afhankelijk zijn van Nessie. Ik ga stuk. Hij rijdt nu voor mij. Ik heb eigenlijk niet door hoe verwend het eigenlijk klinkt dat je niet zonder auto kan. Een paar jaar terug deed ik alles nog met OV. Dat vond ik echt een dikke prima. Ik vond het helemaal niet erg. Maar nu kan ik echt niet meer zonder auto. Maar dat is gewoon omdat je een auto bent gewend. Dat is echt heel gek eigenlijk. Maar ja. Ik ben veilig thuis gekomen thuis. Maar mijn auto is nog steeds niet oké. Want hij gaf eigenlijk gewoon weer dezelfde melding. En nu is het vet kut. Want ik zit gewoon nog steeds eigenlijk zonder auto. En Nessim gaat morgen weer weg. Dus ja. Baal er een beetje van. Even kijken wat ik eraan kan doen. Zo, Nessim is even aan het bellen. Dus ik ben even naar een andere kamer naartoe gelopen. Maar wat ik wou zeggen is dat ik er een beetje van baal. Dat mijn auto nou deze maand zo'n 2-3 keer gewoon een defect aangeeft, zeg maar. Vooral omdat ik nou dus een maandchallenge heb en ik dus geen kant op kan. Nessim gaat morgen weg en ik zit hier gewoon thuis. En ik kan eigenlijk alleen uit huis om naar de Albert Heijn te gaan of naar de Jumbo. Dat schiet niet echt heel erg op. Of ik moet opgehaald worden door iemand. Maar ja, daar ben je afhankelijk van anderen. Is ook niet zo heel erg leuk. Dus ik zit er echt over na te denken van hoe ik het allemaal ga doen eigenlijk deze maand. Vooral omdat het, mijn auto is net van de garage gekomen. Maar het is nog steeds niet oké. Volgens mij snappen ze ook niet echt wat er aan de hand is. Heb ik zo'n gevoel. Maar ik hoop wel dat het een keer gewoon gefixt kan worden. Anders kan ik echt dus geen kant op. Ik ben echt zo aan het stressen in mijn hoofd nu. Gewoon nadenken van, wat de fuck moet ik nou doen? Als je man te veel met zijn vrienden belt. Lastig vallen. Bro. Bro. Echt niet, bro. Ik ben echt skeer. Oh, Nessim is echt skeer, bro. Bro. Wat? Jullie, waarom schreeuwen jullie zo erg tegen elkaar? Nee, jij. Ik ga even je voetjes strekken. Jij. Dat is niks, man. Dat is niks, man. Leuk, hoor, Nes. Wanneer ben je Q? Wat is dit nou? Wanneer ben je trouwens jarig? Ik ga voor jou op jarig. Krijg je JBL headphone van mij. Oh, ik heb me snel weer even omgekleed en gefatsoeneerd, want ik ga
meer met Nesim aan het optreden vandaag. Want anders zit ik maar thuis en Nesim zei, kom maar gewoon met me mee. Volgens mij moet je niet optreden in Breda, Nesim? Ja, denk ik. Ja, in Breda. Yeah, gezellig! Woehoe! Je gaat nooit meer naar de Ik ga helemaal los daar. Ik ga helemaal los. Voor het eerst na een lange tijd het jasje weer aan. Latex jasje aan. Met jogging van de Zara en mijn hoge hakken van de Bershka. Nou, dit is een outfit, jongen. Woehoe! Ik moet even mijn broek schoonmaken. Daar hebben we dit ding voor. Voor alle kattenharen. Met mijn kont. Wij zijn inmiddels opgehaald door de tourmanager van Supergaande. Het is super koud hierachter. Wij gaan nu richting Roosendaal, toch Nes? Den Bosch. Den Bosch? Oh, we gaan naar Den Bosch. En waarschijnlijk gaan ze ergens op een kermis optreden. Kissen zijn net aan de telefoon voor elke keer als er een vrouw zeg maar meegaat. Dat ze dan echt een gare optreden hebben. Dus ik ben echt benieuwd. Eigenlijk best wel trek. We hebben alleen een frikandel gehad. Hey Nesje, we zijn gearriveerd. Wat wil je nou van mij? Wat? Mag ik? Maar het is toch te dichtbij. Leuk. Doe maar. Daar heb je Ronald. Oh, Ronald. Kijk, Ronald, jongen. Ronald? Ja, Ronald. Goedendag, Jamico. Hoi. Hoi. Als je hier even de auto draait, ja? Over de verkeersdrempel. Ja. Jongens, ik ben echt blij dat ik deze jas mee heb, want het optreden is gewoon buiten. Net thuis, was gezellig. Leuk om eerst een keer mee te gaan. Weer eens mee te gaan. Maar wij hebben nu echt heel veel trek, omdat wij natuurlijk niet hebben avond gegeten. We zijn daarna ook nergens even een hapje gaan doen of zo. Dus ik denk dat we wat gaan bestellen of zo. Maar ja, wat in godsnaam moet je nu nog bestellen? Het is inmiddels zo wat 11 uur. En ik moet ook echt nodig naar de wc. Wij kwamen binnen en wij moesten allebei gewoon naar de wc. Trouwens, het was buiten echt zo onwijs koud. Ik had gewoon laarzen aan, alles. Ik heb nog steeds super koude voeten. En we hebben net de verwarming echt super hoog gedaan, want we gaan helemaal dood van de kou. Er was ook een buitenoptreden. Dus we zijn echt gewoon onderkoeld. Oké, ik probeer mezelf even op te warmen. Onder deze deken en Nesje zit eten voor ons. Dus wat gaan we eten, Nesje? Wat wil je eten? Er is ook echt helemaal niet zoveel keus. Er is echt niks. Er zijn gewoon 3 tentjes nu geopend. En volgens mij bieden ze alleen maar pizza aan. Goed. Nou, ik had echt zoveel zin in Elfanos. Niet normaal. Ik ook. Maar jij weigert om ze te bellen. Wat gaan we doen dan? Ja, ik wil gewoon proberen van bellen of we nog een kleine bestelling kunnen doen. Of wat ze iets hebben nog. Bel dan. Ja, maar waarom moet ik bellen? Waarom bel jij niet? Oh, ik haat dat zo erg. Nee, maar je moet zeggen, hi met Nesim, dan kent hij jou. Nee. Hij met Nesim. Eerlijk, eigenlijk moet een man altijd bellen met zulke dingen. Vooral in Arabische tenten moet je eerder een man laten bellen dan een vrouw. Nee. Jawel, dan moet je zo opnemen en dan moet je zeggen, ah, habibi. Snel, nee, ik achtbaar. Hallo, Bulger. How are you? Fine. Jongens, ik heb net gebeld Elfanos. En ik heb gewoon gefixt dat we daar even snel eten kunnen ophalen. Ik ben echt zo blij, want voor de rest kon je alleen maar pizza halen, kapsalon. Snel gaan met je hele tafel. Ja, tuurlijk. Vind ik nog leuker. Ik heb echt zin daarin. Zo, dit zijn echt de lekkerste aardbeien ever. Biologische aardbeien. Nesim wou dat ik ze even ging snijden. Dat ze even wassen en snijden voordat ik terugkomt. We hebben ook een lekkere toetje. Zo, lekker aardbeidjes gesneden. Een beetje een leuk sfeertje creëren. En lekker kaarsjes aandoen.
Wat kan ik nog meer doen om het gezellig te maken? Oh, jongens, het is ons eten. Zoveel eten, heerlijk. We gaan echt genieten nu. Yummy. Lekker. Deze kebab is niet normaal daar. Het is echt lekker. Die salade eronder is ook echt super lekker. We hebben fasolia, tapula. Dit is voor Nessie lekker lam. Hier zit allemaal iron in voor onze grote fles. En we hebben lekker rijst natuurlijk erbij. Ze had natuurlijk nog niet genoeg gegeten. Ik moest het ook nog een broodje hagelslag voor hem maken. Dat is echt gemeen. Ga je de waarheid over vertellen? Ik heb ook een broodje hagelslag gegeten. Ik wil dat je dat beeld ook nog eens zegt. Wat is er, Nes? Heb je het op? En wat wou je dan? Nog één. Zo, broodje is klaar. Lekker hoor, Nessie. De tweede ronde. Oha, dat is een beetje groot, hè? Ik vroeg jou, is deze te groot? Nee hoor, perfect. Nou, niet liegen dat die te groot is, hè? Goed hoor. Jongens, we waren net samen aan tv aan het kijken. Toen was Nessie in slaap gevallen. Toen heb ik hem even wakker gemaakt. En ik ga nu even hier afsluiten. En dan gaan we gewoon rustig gaan naar bed. Ik hoop dat je het een leuke vlog vindt. En ik zie jullie morgen weer. Doei.